Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent met een beetje fruited sour. Een beetje triple blueberry pie, triple fruited Nordic sour in de vorm van Coolheads Deeper. Coolhead Brew. Brewed in can by Coolhead Brew uit Finland. Het is een triple fruited Nordic sour van 8% in alcohol. Ik zit even te kijken of er nog iets op staat qua ingrediënten. Ja. Contains malted barley, wheat, oats, lactose, blueberry, vanilla, cardamom. Cardamom. Er zit cardamom in. Vanille, lactose, blueberry. Ik zit even te kijken naar de datum. Canned on. Oké, deze is op 21 maart in het blik gegaan. Dus hij heeft al wel een halfjaartje, dik halfjaartje in het blik gezeten. We gaan gewoon merken wat dat gaat doen. Ik heb dit bier mogen ontvangen van Jari in een flinke biermail. Ook alweer een tijdje geleden. Dus dat heeft ook te maken met het feit dat hij iets ouder is. Ik kom er gewoon niet altijd naartoe om alle bieren heel kort, heel snel te reviewen. Ik doe altijd mijn best. Soms kom ik bieren in de koelkast tegen dat ik denk, had ik die nog? Heb ik die gekocht? Gekregen bieren onthoud ik relatief goed. Best wel. Want dat zit in mijn hoofd, dat ik weet dat heb ik gekregen. Dus dat moet met prioriteit. Soms kom ik dingen tegen in de koelkast dat ik denk, oh ja, die heb ik gekocht. Wanneer ook alweer? Soms al meer dan een half jaar geleden. Deze staat nu denk ik 2 maanden. Dikke 2 maanden geleden dat Jari gestuurd heeft. Zoiets. Triple Blueberry Pie. De laatste keer dat ik een bier heb gehad zoals dit. Stijlen waarvan ik ze normaal niet zo snel koop. Omdat ik niet zoveel op heb met al het lactose en fruited lactose. Jullie kennen mijn verhaal over lactose. Bieren vol met lactose, vol met fruit. Dat ik denk, waar is het bierverhaal? Dat ik er eentje geprobeerd heb van, ik ben de naam ervan kwijt. Die doet ze in een beetje van die Red Bull-achtige blikjes. Komt ook ergens uit een van die Scandinavische landen. Anyway, dat ik nog weet, verrek, dit is lekker. Dat ik echt dacht, dit is lekker. Dus ik hoop dat dit gewoon ook weer lekker gaat zijn. Ik heb het moersleutelglas erbij gepakt, want ik had gewoon zin in een glas dat daarop leek. Oké. Dat is een goed teken. Want ik heb wel eens van die bieren gehad dat ze dan, zoals dit, dat ze al een tijdje gestaan hebben. En dat door al die suikers en het alcohol en het fruit en het nagisten. Oh ja, dit schenkt precies wat ik verwacht had. Zo paars als maar kan. Met echt een lila-achtige schuinkraag. Oh my god. Oké, je kan zeggen wat je wilt. Maar hij ziet er wel heel gaaf uit. Check hoe dat eruit ziet. Ik moet het even zo doen, jongens, want mijn schouder is vernacheld. Oh, wat ik ruik is echt al. Het ziet er gewoon heel gaaf uit. En wat ik ruik. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Misschien dat er momenten zijn dat ik denk, vind ik dit nog bier? Ik weet het niet. Maar ik heb het vermoeden dat ik dit wel eens lekker ga vinden. Jari. Thanks, dude. Want dit soort dingen moet ik meer gaan proberen. Ik moet niks. Maar ik moet soms mijn grenzen een beetje pushen. Laten we eens even zien wat dit doet in de neus. Okay, wat ik absoluut niet verwacht was die intensiteit van de cardamom. En ik ben gek op cardamom. Ook al vind ik dit misschien straks aan het einde van de review misschien niet een bier. Ik kan je nu al vertellen dat ik van de neus gewoon helemaal gelukkig word. Ik sta graag in de keuken, ik mag graag koken. Ik word van deze neus gelukkig. Ik ben gek op specerijen. En cardamom is echt een ding waar ik gewoon wel wild van word. In curries en dat soort mooie stoofjes en zo. Oké, we gaan even verder naar de rest. Want, absoluut, blueberry. So fucking blueberry. Heel fruitig, bessig. Het doet in de verte. Blueberry, blackberry. Het is allemaal wat afgeleid van natuurlijk. Het zit een beetje in de familie, het is ook anders. Maar het doet in de verte een beetje denken aan cassis. Nou is een blueberry misschien onderdeel van cassis, maar volgens mij gebruiken ze daar meer blackberry voor. Hoe dan ook, het heeft een beetje die richting van richting cassis. En zeker door het gebruik van het vanille krijgt het ook een beetje die extra zoetheid, suikerheid daarvan. En uiteraard natuurlijk ook de lactose, dat doet ook wel wat mee. Dus het heeft dat vleugje zoetheid van cassis. En het fruitige van cassis natuurlijk. En die cardamom.
En het grappige is dat onderin, en daarom maakt het dus echt een pastry sour, want ik weet niet wat het is met de mouten en waarschijnlijk hebben ze iets moois kunnen doen, maar het heeft dat biscuity base, alsof je denkt aan shortbread. Een soort van shortbread, short dough. Wat is de naam daarvan? Een deeg dat je goed kneedt, dat die kruimelig is en die druk je dan helemaal in zo'n pie vorm, in zo'n taartvorm. En die ga je dan blind bakken. En dan krijg je zo'n soort van short crust, noem je dat? Ik weet niet hoe dat heet, maar misschien dat jullie snappen wat ik bedoel. Die geur zit er ook in. Dit doet echt... Oh, fuck me. That's it. Behalve de cardamom. Op de cardamom na... Oké, op mijn werk, wat we vaak doen, is... We proberen zoveel mogelijk allemaal een beetje te tracteren. Dat vinden we leuk in het weekend, dus een keer een tractatie. En we hebben in de buurt, ook trouwens als je een keer per ongeluk een fles laat vallen, dat kan gebeuren in een slijterij, moet je ook tracteren. Dat is een grapje, zoiets van jongens, moet je tracteren. En dat is gewoon een leuk dingetje onderin, weet je, onderling, en dat doen we. En ik geef heel erg toe, ik heb ook al 2 keer moeten tracteren. En ik tracteer ook wel eens gewoon omdat ik er zin in heb. Vind ik leuk. Anyway, dan hebben ze bij de bakker waar we altijd langs gaan, zit in Stadskanaal, zit een hele goede bakker. Ik ga geen namen noemen, want dan krijg ik misschien zo niet een bakkerblom. En die heeft een bepaald gebakje in een soort van kano-achtige vorm. Met dus inderdaad die soort van short crusts, zoals ik dat dus net noem. Short, hoe je dat ook noemt. Met een hele mooie crème-vulling. En allemaal besjes erop. Van die rode besjes. En daar doet me dit nu aan denken. Alleen dat cardamom geeft het nog net wat extra's. Oh ja, echt. Het ruikt gewoon lekker. Ik heb nog steeds moeite met dit bier noemen, maar het ruikt lekker. Dus zoals jullie kunnen zien, de schuimkraag is helemaal weg. Maar dat had ik ook wel verwacht. We gaan even een slok nemen. We hebben genoeg gepraat over de neus. Jari, hartstikke bedankt jongen. En proost. En het heeft gewoon nog steeds een zoetje. Oh, zuurtje. Het heeft gewoon nog steeds een mooi zuurtje. Zo'n verfrissend kettle sour. Het is nog steeds een sour. Nou, zoals ik mijn sours graag drink, is die eigenlijk te zoet. Maar de balans is er. De balans is er. Zoet, zuur. Je mist bitterheid, dat klopt. Maar het heeft dat soort van earthy thing, grondsaards door die cardamom, dat spicy earthy vibe. Kijk, alles wat ik over de geur gezegd heb, klopt over de smaak. Is de fruitigheid en het zure is in de smaak sterker dan de cardamom. Dat is maar goed ook, want cardamom kan heel snel overheersen. Dus het is fijn dat hij in de neus zo mooi intens is. En dat hij in de smaak juist een beetje afgezwakt is. En dat het fruitige, dat cremige, dat romige, dat zurige, nou, dat dat allemaal zo mooi doorkomt. Ik heb er moeite mee dit bier te noemen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in, maar dat heb ik met al die fruited sours. Ik ben daar gewoon... Ik zit hier in een lekkere luie zondagkloffie met een joggingbroek aan en sweatpants. Een hele losse trui die gewoon hartstikke lekker is. En hair in een messy bun. Weet je, mijn haar zit in zo'n soort van warrige knot. Dus ik zie eruit als een hipster. En dat ben ik ook een beetje. En de hipster in mij heeft zoiets van, dit is geen bier, want... Maar ik ben ook niet hipster genoeg om overal een hekel aan te hebben. En als ik iets gewoon lekker vind smaken, vind ik het lekker smaken. En ik vind dit lekker. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind het geen bier. Maar ik ga er ook van genieten. Hij gaat zeker op. 8% aan alcohol is wel fucking link. Want je drinkt het veel te snel en je merkt niks van de alcohol. Hij is wel leuk, hij is wel lekker, hij is gewoon grappig en ja. Ik vind dit meer gewoon alcoholic malt beverage dan dat ik dit echt bier vind. En dat is gewoon iets, ja. De bierwereld is niet meer wat het ooit was. En er worden zoveel aan die pastry dingen gedaan. En ik wou gewoon dat... Rant mode on. Je hebt gewoon in heel veel werelden, heel veel passies, heel veel fandoms, waar je het ook hebt over films, muziek of wat dan ook. Mensen zeggen, dit en dit en dit moet niet meer bestaan, want ik heb er een hekel aan en het is niet traditioneel genoeg. Fuck it, fuck die bullshit. Fuck that
Shit. Als jij zo zelf ingenomen bent dat je denkt, ik vind iets niet goed, dus het moet uit de wereld verdwijnen, ook al zijn er andere mensen die ervan genieten, dan ben je wel echt een heel naar persoontje. En dan moet je even bij jezelf gaan nadenken over wat voor een eikel ben ik eigenlijk. Als mensen ergens van genieten, laat het bestaan en laat ze er plezier in hebben. Als je er zelf niet van geniet, drink het gewoon niet. Of eet het niet, of kijk er niet naar, of luister er niet naar, of beleef het niet. Maar ga niet lopen roepen, dit en dit en dit mag niet meer bestaan, want ik heb er een hekel aan. Dan ben je gewoon een zelf ingenomen eikel en dan moet je gewoon ergens van het internet af of zo. Er is een markt voor dit. Er zijn mensen die dit lekker vinden. Ik geniet van de smaken. Ik zou dit zelf niet zo snel kopen, maar ik weet dat er mensen zijn die gewoon graag dit soort bieren drinken. Laat ze er heerlijk van genieten en laat iedereen gewoon in hun waarde. En ja, als ik er zelf af en toe eens een keer eentje van meesnoep, denk ik, wow, ik vind het wel grappig. Nee, ik vind het misschien geen bier. Maar ik vind het wel lekker. En voornamelijk vandaag. Voornamelijk vandaag op een dag waar ik echt het nodig heb om gewoon chill te relaxen. Ja, vind ik dit wel wat hebben. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijving box links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat het comments achter. Jari, nogmaals bedankt voor het opsturen van dit bier. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.